Deze nieuwsuitzending die gaat over geschiedenis en dan Confucius. Daar weet ik niet alles van. Maar ik weet wel zo'n beetje, ongeveer. Ik heb ook een uitzending gemaakt over Willem de Zwijger. Daar weet ik ook niet alles van. En toen heb ik een aantal dingen nogal een beetje verhipseld. Heb ik een rectificatie erop moeten zetten. Ik kreeg hij samen met een man. Jurk Liesman, die had het ergste commentaar. Een hele lul van een perrie. Ja, dat zegt Jurk niet. Maar op Amsterdamse. Een hele lul. Koning Jacobus is helemaal niet, wat heb ik nou gezegd, de broer van Elisabeth. Een grote mistake, denk ik. Was denk ik een neef van Elisabeth. Ja. Ja, ik heb ook geen zin om al die familieverbanden. Maar laat ik het zo zeggen, King James van Engeland, die dat geld op tafel heeft laten schuiven voor de vertaling van de Scriptus Receptus in het toen alledaagse Engels. Erg mooi Engels, by the way. Er kan zelfs iemand als Charles Bukowski, die bij mij te boek staat als een van de beste Engels schrijvenden. Want Charles Bukowski, dat is een Duitser. Een Duitser. Van geboorte. Ja, die schrijft heel mooi Engels. Maar dat Engels van de King James. De onderwerpen zijn natuurlijk veel beter dan waar Charles Bukowski het over heeft. Maar het Engels is ook heel mooi. Het is heel begrijpelijk. Het is echt niet moeilijk. We gaan het hebben over Confucius. En ik hoop dat ik mij niet hoef te rectificeren deze keer. Maar Confucius was een tijdgenoot van Lao Tse. En van Lao Tse gaat het verhaal dat meneer Tse, die wilde weer een keertje van A naar B. En toen zei er zo'n wachter bij de stadspoort, die zei van, hey homo. Nou ja, ze spraken geen Amsterdams daar, hè, op Brabants. Maar hij zei, hey homo, blijf je staan, jij gaat hier niet weg. En Lao Tse kijkt die vent aan, die zegt, waarom niet? Nou, zei die wachter, ik wil wel eens weten waarom jij zo vrolijk door het leven kan gaan. Terwijl jouw bezittingen, dus alleen maar een oude jas en een lentendoek. En je loopt een beetje de vrolijke Hans uit te hangen. En met jou gaat het goed. En ik zit hier maar elke dag te werken, bij die poort te staan. En ik heb een zagrijnig wijf thuis met 3 van die zeurderige kinderen. Ja, ik vul het maar even in, hè. Nou, jij gaat hier niet weg voordat je opgeschreven hebt wat jou zo blij maakt. Je lijkt wel verlicht. Oké, zei Lao Tse. Dit is het verhaal, dit is de mythe. Zij mocht de stad niet uit voordat hij op zou schrijven waar hij zijn blijheid vandaan haalde. Meer weet ik. Ja, ik heb dat boekje van hem, dat hij dan geschreven heeft volgens de overlevering. Dat heet het Tao Te Ching. Tao betekent weg. En voor de rest is mijn Mandarijns een beetje roestig de laatste tijd. Ik ken de frase nog van sambal bij. Maar verder gaat mijn Mandarijns niet om. Dus ik zeg wat heel netjes bij de Chinees van ik sambal bij mag. Ja hol. Ja, meer Mandarijns kan ik niet. Tao Te Ching is dan de weg van de. Van de Ching. Ja, ik weet niet wat Ching is. Verandering misschien wel. De weg der veranderingen? Nou, ik denk dat ik aardig gegokt heb. Maar ik ga niet. Ja, of je mag me even een e-mail dingen sturen. Tao Te Ching betekent eigenlijk. Maar het was een goede gok. Dat zonder meer. En Tao is weg. 100%.
Ja, en die daar, Lao Tse, dat was iemand, zo'n lapswans, net als ik. Dan maak je toch zorgen, man. Je moet helemaal niks doen. Krijg je ook geen hijs aan. Ja, zei Confucius, maar dat kan toch zo niet langer. En al die heersers, die zijn allemaal zo corrupt als wat. En het is allemaal een tuig voor de regel. En ik moet het volk gaan voorzien van regels. Met, heersersomgang. De omgang met heersers. Daar was Confucius mee bezig. Want hij wist precies hoe het moest. Ik heb niet alles van hem gelezen. En die schreef uit vrije wil. Hè? Echt zo'n penner. Heel serieus. Ja, ik noem Confucius. Dat is trouwens zijn Latijnse naam. Kijk hem er even op Wikipedia. Kijk, dan hoef ik me ook niet te rectificeren. Dan kan je zelf controleren hoe het nou precies zit met Confucius. Maar Confucius, dat is Latijn. Dat is een verlatiniseerde naam. Latinized op zijn Engels. Dat is die andere beroemde. Cartesius. Die heette helemaal geen Cartesius. Die heette René Descartes. René van de Kaart. Maar Cartesius klinkt ook wel leuk. Als ze heette dinges, heette dan ook Confucius. Hij was een moraalfilosoof, valt hij in. Dat is een trend geweest, hè? Dat mensen ervan uitgingen van ja, moraal is het enige wat we moeten weten, wat zijn de details van de moraal. Maar dat geldt niet, hè? Want moraal is niet. Als die moraal er is, ja, dan gelden er regels. In de Koran staat, elke dag moet je je vrouw slaan. Ik heb het nooit gevonden hoor, waar dat staat. Maar het staat in de Hadith of zo. Maar dan nog. Elke dag je vrouw slaan. Wat is dat dan weer voor moraal? Je kan ook wel zeggen, elke dag moet je je kind slaan. In de Bijbel staat, je moet je kind tuchtigen. Kijk, daar ben ik voor. Een ongetuchtig kind, dat wordt een huilende huilenbalk als die 30 is. Maar tuchtigen betekent niet dat jij je als ouder maar een beetje als een beest mag gedragen, want dan kan je kind alvast hard worden. Want ja, ik doe net zoals die klote samenleving straks tegen het kind gaat doen. En heeft hij alvast een voorbeeld? En dan kan hij eraan winnen. Hé, klootzak, haal eens een biertje voor me. Ken je die televisieserie? Een hele leuke, dit. Fucky Slim. Een van de weinige kindercartoons die mijn kind die keek. Anders had ik het nooit gekeken. Mijn kind die keek dan. Ja, die vond ik wel Fucky Slim. Het had over een jongetje. En zijn achternaam is Slim. En zijn voornaam is Fucky. Dus F-U-C-K-I-E of Y. Of het is F-U-K-K. Y of I-E. Even voor die rectificatie van mij. Want ik heb helemaal geen zin om van tevoren al die dingen uit te zoeken en een lijstje te maken. Dat kan ik wel. Maak het zo saai. Ik weet wat van Confucius. Dat is een goede blok. Je had het goed in de gaten. Waar Confucius mee kwam, dat is. Dat heet dan. Zo'n one-liner, maar dat is een mooi woord voor. Aforisme, ja, aforisme. Vraag me af wat het woord aforisme eigenlijk betekent. En jij? Zou wel uit het Grieks komen, denk ik.
Nou, die beroemde van hem is in het Nederlands gezet, vertaald, overgezet. Zo zouden de Duitsers dat zeggen. Met de frase: wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook, een ander niet. Dan praten we over 600 jaar voor onze jaartelling. Laat het even op je inzinken. En dus na Confucius, dan weer 600 jaar, dan komt Christus Jezus. Of de mythe, maakt mij maar geen donder aan. Kijk, er is sprake van een menselijke evolutie in de geest, of die is er niet. Geen respect hebt voor oude boeken en je verdiept je alleen maar in de Volkskrant van gisteren, want die is gratis en heeft je gejat van de buurvrouw. Want die heeft griep en hij ligt nog op de deurmat. Maar na 600 jaar, pak een beet naar Confucius, bij het begin van de jaartelling, dan is er opgeschreven: doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. Ik vind dat een hele goede. Dat is de Bijbel, hè, die laatste. En die is misschien. Puntiger dan wat Confucius zei. Maar daarmee wil ik Confucius niet afzeiken. Logisch gesproken komt het op hetzelfde neer. Ongeveer. Niet intuïtionistisch, by the way. Intuïtische logica, heb ik ook al besproken. Gaat een stapje verder. Maar kijk, als je het niet intuïtionistisch beschouwt, dan staat er hetzelfde. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. En in de Bijbel staat: doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen tegen jou doen. Tegen jou doen. Draai het om. Nou, jij kan ergens wel binnenkomen op een feest hier en je hebt van de tantra's gehoord dat die ene kies is helemaal verrot en er moet een of andere kaakontstekingsding is verschrikkelijk. En, gaan we toch richting de 600-700 euro praten en dan heb je een ongelooflijk kankerhumeur en dan zit je op dat feest en denk je, ja, dat feest maakt me ook niet beter. En dan ga je een beetje chagrijnige opmerkingen lopen maken en tante Gerda lopen afzeiken. Maar dat wil jij ook niet. Nou? Dat jij een feest hebt en je neef Tim komt langs en die heeft een tandartsrekening tegemoet te zien en de hele behandeling moet nog gaan gebeuren. Was de behandeling maar voorbij en alleen die afrekening in euro's. Kijk, dan is neef Tim alweer een stuk meer opgelucht. En dan gaat neef Tim een beetje lopen zeiken tegen jouw tante Gerda. Dat wil je niet. En dat is in de familiaire omgang. Waar mijn familieleden houden zich daar niet echt aan. Hoor. Die snappen het ook niet helemaal. Ja, die zijn een beetje achterlijk. Ja, wat wil je ook? Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Ja, dat is pas 620 jaar oud. Ik ken mensen uit Marokko, die wonen hier al bijna 40 jaar. Maar die kunnen ook nog in Nederlands. Ja, de mens is traag. Zo'n mooi nummer van The Righteous Brothers en het heet Time go slowly, but time can mean so much. Alone with you. En de rest van de tekst weet ik niet. Het credo zit in het begin. Tijd gaat langzaam. Nou, ik denk het niet, hoor. Mensen gaan langzaam. En het nummer van The Righteous Brothers, dat is een of andere love song. Maar dat is niet moraal of zo.
Maar als jij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus die is een knaller, jongen. En de rest, hè? Confucius heeft ook gezegd dat polygamie, dat had onder voorwaarden, dus dat geen probleem. En daarmee doelde hij op een man. En in die dagen had je geen feministen, had je rijke mannen, van die arme uitkeringstrekkers. En een rijke man, die heeft een vrouw, die heeft hem 2 kinderen, 3 kinderen geschonken. En dan komt die vrouw op een dag naar die man toe en die zegt, hé Henk. Ja, in China heet ze geen Henk, hè, maar bij wijze van spreken. En hé, Lee. Hij zo, joh, wat is er? Hoe heet de Chinese vrouw eigenlijk? Nou, wat is er, Marie? Nou, ik ken nog een vrouw. Die heeft helemaal geen man. En die wil wel, net als ik, voor een huis en voor de kinderen zorgen. En denk je dat dat kan? Nou, dan zegt zo'n man dan van, nou, laat hem maar eens zien, hè. Nou, misschien kende hij haar wel, maar dat hij zegt van, nou, laten we maar een keer samen, laat ze maar even komen logeren, even kijken hoe dat gaat. En als je verder geen gezeik hebt met zo'n tweede vrouw, ja, waarom niet? En dan kan die man het verzoek gedaan worden om die tweede vrouw even te gaan palen. Want die tweede vrouw die snapt ook wel dat als ze zich laat palen door Jan de Buurman, ja, dan moet ze bij Jan de Buurman gaan wonen. Want die man die gaat niet lopen zorgen voor het sperma van een andere kerel. Je weet niet wat je in huis haalt. Letterlijk, ja, dit weten we inmiddels allemaal. Ja, dus kennis slaat zich op in DNA. DNA is heel, van DNA wordt maar 10% gebruikt of zo. Maar je DNA wordt wel geactiveerd door jouw gedachten. Ja, dat is een hond die denkt van, oh. En heb je slecht afgetraind DNA, ja, dan krijg je bloemkooloren en andere, ja, verschrikkelijke dingen. Bij wijze van spreken. Maar de kennis die gaat in het DNA. En het DNA dat komt in zo'n eicel, dan heb je ander DNA. Daar zit ook kennis in. En die gezamenlijke kennis, ja, dat is de kennis die jij, je mens, je kind, meegeeft bij de conceptie. Ja, dan kan je zeggen, ja Perry, dat heb ik niet gezien op het NOS-journaal. Nee. Nou en? Waar maakt mij dat nou de reet uit? Zo, Rupert Sheldrake is ook alweer 60 jaar bezig. Hè? En jullie zijn heel langzaam. Tijd gaat veel te snel voor jullie. Nou, met Rupert Sheldrake heb je ook Bruce Lipton. Van die Lipton-tea. Gewoon Lipton, precies zoals je het zegt. En dan Bruce is dan niet B-R-O-E-Z, maar op zijn Engels. Met een U en een C. Net als Bruce Lee. Moet je vast kunnen vinden. Bruce Lipton. Hele saaie spreker. Ongelooflijk slecht aangekleed als een vrouw. Wat hij vertelt. Ja, dat klopt. Dat kan alleen maar kloppen. Net als Rupert Sheldrake. Alleen dat kan waar zijn. Maar dan gaat het wel over empirie, hè? Over experimenten. Bizar, man. En Confucius, dat was een moraalfilosoof. Dat was helemaal geen celbioloog of whatever. Maar die wist wel, wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. En dan zijn regels voor polygamie, die kloppen toch? We maken hem uit. Dan heb je 2 vrouwen, ja dan ben. Jo, dan heb je een harem.
Nee, homo. Natuurlijk niet. Je hebt je eerste vrouw en je hebt je tweede vrouw. Klaar. En die eerste vrouw is de hoofdvrouw. En die eerste vrouw die heeft gevraagd aan jou of die tweede vrouw erbij mocht komen. En of jij dat wou. Toen heb jij gezegd dat is goed. Nou, dan klaar. Als je een kamer over hebt. Dat maakt toch niet uit. Heb je twee vrouwen thuis? Ja. Door één vrouw is al verschrikkelijk. Grapje, 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 grapje. Grapje, grapje. Nee, straks krijg ik al die feministes over me. Maar kijk, als je tegen één vrouw kan, nou, dan kan je er ook tegen twee. Confucius wist dat erg goed, hoor. En het is dé oplossing, want er zijn... Je kan wel zeggen, ja, al die mannen zijn zo geweldig en la. En al die vrouwen zijn bitches. Maar dat is niet waar. Het is ongeveer 50-50. En dan heb je mannen en ja, en die blijven over. Ja, die kunnen dan een vriend hebben en die heeft een vrouw. Maar ja, je gaat niet als man bij je vriend in huis mee eten. Dat heeft geen enkele zin. Maar andersom kan het wel. Je bent als vrouw, ben je overgebleven. Of je man, of je vriend, of je, whatever, weet je wel. Het is allemaal niet zo goed gegaan. Ja, dan kan je toch intrekken bij je vriendin. Wat is dat nou? Dan ga je samen de was doen. In die dagen dan had je geen wasmachines. Tegenwoordig heb je... Al die vrouwen die dan tegenwoordig roepen van... Ik ga de was doen. Dan denk ik, nou, je gaat helemaal de was niet doen. Je drukt op een knop van een vaatwasser. Je gaat toch niet... Ik ga de was doen. Kijk, in de dagen van Confucius... Toen ging een vrouw de was doen. Met zo'n wasbord. En een stuk van die organische zeep. En Confucius had het dan ook over... Hij trok het gezin. Het gezin is al een vorm van een samenleving. En dan heb je natuurlijk de buurten. En dan krijg je de regio. Met een hoofdkantoor. Dat is het centrale punt. En iemand heeft het beheer daarover. Ja, die woont op het hoofdkantoor. Dat is wel zo makkelijk. Anders moet die man elke avond naar huis en dan ga je na zessen naar het hoofdkantoor en dan is die man niet thuis. Hé, hey, waar is de leider? Nee, het beste kan hij maar wonen op het hoofdkantoor. Nou, lekker ruim. Vergaderzalen erbij. Nou, wij timmeren wel die lambrisering in elkaar, hoor. Voor het maandelijkse overleg van de boeren. Als de boeren dat willen. Als ze ruzie hebben of zo. Een heerser, als hij dat slim doet. Een heerser moet zijn volk de vrije teugel geven. Niet de hele tijd zorgen lopen maken over... Verdien ik wel genoeg? Nee, een heerser moet zich zorgen maken over het feit dat zijn volk wel genoeg verdient. Want hij vreet uit hun ruif. Dat wist Confucius. En een heerser die dat doet, die wordt omarmd door zijn volk. Die willen hem elke dag komen knuffelen. Je moet van die bodyguards hebben. Je moet al die knuffelaars op een afstand houden. Daar heb ik geen zin in. Confucius wist dat. Dus over het gezin hebben we het gehad en over de gemeente, de ecclesias. En dan de staatsinrichting. En Confucius heeft dat netjes opgeschreven. En in China is daar, of wat we nu China noemen, dat was 500 jaar lang
het dominerende geloof. Samen met het Taoïsme. Maar ja, kijk, Lao Tse en Confucius, dat was er maar water en mayonaise, maar die maakten geen ruzie met elkaar. In feite passen ze bij elkaar. Lao Tse is meer van de... zo'n mooie die erin stond. En dan vraag ze... Nee, ik parafraseer. Hè? Dus ik wil geen rectificatie doen. Hè? Ergens in het begin van de Tao Te Ching staat... zoiets als... in tijden... waarin beroemde mensen... geld schenken aan armen, is de rest verdoemd. Die rijken, die hebben poen genoeg, nou, die geven dat aan die armen. En die armen, oh wat leuk, oh ik heb geld, oh ik heb geld. Ja, en de rest, die gaat naar de kutkladden. Het zijn tijden om je zorgen te maken. Lao Tse zou gezegd hebben, als hij in deze dagen geleefd zou hebben, dan zou hij zeggen, nou op het moment dat Bill Gates samen met zijn vrouw een stichting gaat oprichten, die ze ook nog de Bill en Melinda Gates Stichting noemen, en ze gaan een liefdadigheid doen, dat zijn tijden om je ernstig zorgen te maken over jouw voortbestaan. Dat Lao Tse. Eeuwige waarheid. Dag aan het wit. Het is jammer dat ik de Tao Te Ching kwijt ben. En ik heb momenteel... ik leef alleen nog maar van bier. Ja, dat moet ik wel kunnen betalen. Dan moet je wel gaan besparen op onnodige uitgaven. Ja, ik weet toch wat erin staat. Ik heb weer 3 bijbels in huis. Maar ik heb het dan specifiek even over de Chinese, Aziatische filosofie. Met Confucius. En dan moet je Lao Tse erbij noemen. Dat kan niet anders. Dat waren tijdsgenoten. Maar het Confucianisme, dat was een dominerend geloof. Ja, iedereen nam het voor waar aan. Ja, waarom ook niet? Dat is een heerser. Dat is een koning. Een graaf, hertog, zeg maar. Degene die woont op het hoofdkantoor. Het centrale punt. Ja, die heeft de mooiste kamers. Een ruime badkamer. Een ruime tuin. Dat maakt niet uit. Maar die moeten wel genoegen meenemen dat Jan en alleman de godganse tijd op bezoek komt. Dus die moeten ook een aantal lakeien hebben om het gepeupel op een afstand te houden. Ja, ik wil graag de baas spreken. Dat iemand zegt, oh ja, waarom dan? Eerst even, waar gaat het dan over? Dat moet een soort barrière, ja, je snapt het toch wel. Ik kan ook niet zomaar even aanbellen op Paleis Soestdijk. Ik kan niet eens een e-mail sturen naar de dienst uitvoering onderwijs. Het moet allemaal heel ingewikkeld via DigiD toestanden, barrières. Ja, stel je toch eens voor dat Perry Winkel zomaar contact opneemt met de dienst uitvoering onderwijs. Dat kunnen we niet hebben hoor, daar raken onze medewerkers overbelast. En dat is doorgeslagen toestanden. Nederland is absoluut niet Confucianistisch. En China voor 5 eeuwen. En dat zijn dus 20 generaties. 20 generaties lang in China was men met z'n allen Confucianistisch. En toen kwamen de Jezuïeten en die hebben alles verpest. Ja, dat is niet vreemd, want de Jezuïeten... Ja, wat hebben Jezuïeten nou positief gedaan? Noem mij 1 positief ding van een Jezuïet.
Teilhard de Chardin. En dat was een jezuïet. Ja, ik vond wel aardige boekjes. Ik heb een boekje van hem toch hier. Heb ik, nou, iets van het fenomeen mens of zo. Ik vond wel een aardige theorie. Dat Teilhard de Chardin zei van ja, de terugkomst van Christus kan gelijk staan met dat wij met z'n allen tegelijkertijd gelijk Christus worden. Zoiets. Teilhard de Chardin. De kosmische mens, zei dat. Maar er zit wel wat in, hoor. Niet helemaal belachelijk. Het is wel van het New Age gezeur. Ja, de New Age is ermee aan de haal gegaan. En ja, de basis die Teilhard de Chardin heeft gelegd. Het is, ja, je gaat ook geen flatgebouw maken op van die paaldingen die opgebouwd zijn. Net als zo'n fascus. Stro, dingen, stokken bij elkaar gebonden. En dat is dan genoeg als fundament. Nee, natuurlijk. Het boekje van Teilhard de Chardin met de kosmische mens. Ja, allemaal op. Maar wel leuk geschreven. Dus. Vond niet echt vervelend. Om te lezen. Ik denk, wauw, kan. Wist ik veel dat je daarna die hele groene eco-beweging krijgt. Die dan allemaal mensen die wel vlees eten op de brandstapel het liefste zou willen zetten. En mensen die zich vrijwillig laten injecteren met tinerosal, dus organisch kwik. Ja, ik lust geen organisch kwik. Dat moet je ook niet door mijn groentesoep heen doen. Een beetje organisch kwik erbij? Flikker. Heb je geen sambal bij? Sambal lust ik wel in mijn groentesoep. Vind ik eigenlijk lekker. Maar geen organisch kwik. En mensen laten zichzelf injecteren met organisch kwik. Ja, waar ben je mee bezig? Ja, maar er zit niet alleen organisch kwik in. Er zitten ook werkzame stoffen in. Maar nu zijn wij elkaar kwijt. Okay. Organisch kwik is uitermate toxisch. Dus uitermate werkzaam. Jawel, maar er zitten nog andere stoffen in en die hebben ook een werkzaamheid. En dan moet ik maar een risicootje lopen. Mooi dat je over die andere stoffen begint, want daar loop je ook een risico aan. Nee? Ja, maar die zijn heel goed. Oh ja, joh. Formaldehyde zit er ook in. Aluminium, oxide, aluminium organisch, wat heet het? Atomair. Het is gewoon puur aluminium. Waarom iets van. Even nakijken op internet. Squalene. Moet je ook niet hebben. Dan zijn we toch raar bezig, of niet? Ja, dan die mensen. Dat komt over van Teilhard de Chardin af, hoor. Want die hele eco-jongens, die vinden dan dat mensen moeten allemaal ingespoten worden met squalene, tinerosal, formaldehyde en aluminiummeuk. Aluminium-emulsie of zo. Ja, want ze zitten hier met die chemtrails en dat is ook aluminium, maar dat is maar de chemtrails. En als we nou direct injecteren in de bloedbaan, is dat veel meer CO2-neutraal. Ja, natuurlijk. Ik ben het echt helemaal kwijt. Ik snap het denken niet meer van mensen. Ik ben blij dat Confucius dood is. Ja, niet voor mijn eigen, maar voor Confucius. Die had het vergeleken met mij nog makkelijk. Hij heeft nog een 500-jarig rijk gehad. Moet je even precies die jaartallen nazoeken, hoor. Met wanneer dat nou al precies was.
is ook wel leuk. Over die Chinese muur. Daar ga ik een andere uitzending over hebben. Terug naar Confucius. Zijn uitspraak, wat gij niet wil dat u geschiet, dat is later herhaald in de Scriptus Receptus, dat is in het Grieks opgeschreven. En daarin staat, doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. Ja, dat is een leuk advies. Van Confucius ook. Hè? Allebei leuk. Ik vind die van de Bijbel vind ik iets puntiger, dus dat zei ik net al. Want je kan wel zeggen, net als Confucius, van je moet niet doen tegen, je moet niet, dat is een negatie, een ontkenning. Je moet niets doen tegen een ander waarvan jij niet wil dat een ander dat tegen jou doet. Dus twee keer niet. Nou, niet keer niet is twee keer plus. Het doet tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. En Confucius heeft hem dan binnenste buiten geformuleerd. Er is voor allebei wat te zeggen hoor. Want als je puur Confucius bekijkt, dan kan je ook vervallen tot helemaal niks doen. Want je doet een ander helemaal niks aan. Helemaal niets. Helemaal niet. Want dan kan je niet iets doen tegen een ander waarvan jij niet zou willen dat een ander dat zou doen tegen jou. Maar ik doe me helemaal niks. Dat is het zwakke. En het mooie van King James of de Bijbel. De vertaling. Doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen doen tegen jou. Dat vind ik iets positiever. Dus als jij niet wil dat er iemand bij jou op verjaardag komt, dan doe je dat ook bij een ander niet. Hè? Dan doe je het tegen een ander zoals jij wilt dat die ander tegen jou doet. Want jij wil niet dat die ander op jouw verjaardag komt. Dus dan ga je ook niet naar die ander zijn verjaardag toe. Want je wil zo doen zoals jij wilt dat die ander doet naar jou. Want ik wil niet dat jij op mijn verjaardag komt. Dus kom ik ook niet op jouw verjaardag. Wat ik niet wil dat mij geschiet, dat doe ik ook een ander niet. Dan leg je dat zo uit. Maar aan allebei kan je dan. Ja. Maar ik vind ze allebei goed hoor. En het leuke van Confucius is, omdat er twee negaties in zitten. En iedereen het een axiomatisch. Axiomatisch betekent niet te bewijzen. Een uitgangspunt. Iedereen vindt het een uitgangspunt. Even terug naar de King James. Maar stel je wil graag voor je bek geslagen worden. Dat wil jij graag. Hè? Doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. En jij wil graag een klap voor je bek. Dan moet je een ander een klap voor de bek geven. Geen probleem. Een beetje trainen van tevoren. En je geeft een ander een dreun voor zijn bek en dan krijg je klappen terug. Dat is de zwakte aan de positieve verwoording. Maar allebei gaan zo over iets wezenlijks. En die van Confucius is logisch gesproken iets vruchtbaarder. Daar kan je meer mee doen. Want er zitten twee negaties in.
En dat heeft Arthur Schopenhauer uitgeplozen. En Arthur Schopenhauer was een Duitser. Die was toch al heel bekend met Aziatische geschriften. Met name de Veda's. Wat zoveel betekent als de waarheden. En hij heeft die spreuk van Confucius gepakt en gebruikt in zijn opstel van 130 pagina's. Dus niet een klein opstel. Dat heeft hij ingediend bij de Deense Koninklijke Academie der Wetenschappen. Want die hadden een prijsvraag uitgeschreven. Arthur Schopenhauer had een idool. En dat was Immanuel Kant. Maar Immanuel Kant heeft van het begrip moraal, ja, daar kon hij weer van alles over vertellen, net als Confucius, van ah, je moet gewoon dit, je moet gewoon dat, je moet zus, je moet doen, allemaal lief doen tegen elkaar. Maar waarom? Waarom moeten we lief doen tegen elkaar? Wat is daar de basis van? Kijk, mensen laten hun kinderen vaccineren met rotzooi. En dat is niet lief. Dat is echt niet lief. Dat is boosaardig. En wij keuren dat toch goed, omdat we vinden dat door niet lief te zijn tegen elkaar, hè, je kind te injecteren, en dan weet je niet eens als ouder, als een, loop je met je kindje zo naar het vaccinatieinstituut, en dan vraagt nog even mama, wat krijg ik zo dadelijk? En dat mama zegt, nou, je moet je bek houden en doorlopen, want mama moet zo dadelijk nog boodschappen doen. Dat is niet lief, hè? En wij geloven dan dat dat gezond is. Het gaat zelfs zo ver dat ze nu bij de Nederlandse regering te lopen, ouwe hoeren, dat het verplicht moet worden. Anders krijg je ook kind geen toegang meer tot... Dat mag niet meer naar het zwembad. Dat mag niet meer buiten spelen. Het zou maar andere kindjes tegen kunnen komen. Hatsie! Terwijl die andere kinderen, die zijn toch ingeënt. Die kunnen toch niet besmet worden. Maar het is niet aardig, dat gedrag. Ja, dan gaan we terug naar Arthur Schopenhauer. Die heeft in zijn hartstikke leuke opstel. Dus echt geweldig. Het is in het Nederlands vertaald onder de titel Dat ben jij. En die titel is gekozen omdat hij iets uit de Veda's gebruikt. Want Arthur Schopenhauer die kon Sanskriet lezen. Dat gold ook voor mensen als Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger. Dat waren taalkundigen, polyglotten. Konden van alles, maar ook Spaans, en dat maakten ze niet uit. Ja, Arthur Schopenhauer, die kon Sanskriet lezen en die heeft de Veda's gelezen in het Sanskriet. En daar staat dan zo'n frase als Tat Avatsam. Ik wil geen rectificatie doen, maar doe ik het even. Als je erin geïnteresseerd bent, dan moet je dat boekje aanschaffen. Dat kost een tientje. Toen kostte het een tientje. Ja, €9,95. Voor een tientje heb je een boek. Ik heb er 2 weken over gedaan, tijdens een vakantie in Turkije. Erg leuk boek. Een boek om 1 keer te lezen. By the way. Ja, voor mij dan. Ik snap hem wel. Heeft hij goed gedaan. En hij draaide de uitspraak van Confucius.
Moet je even nagaan, hè? Confucius was 600 jaar voor onze jaartelling. En dat opstel van Arthur Schopenhauer is ingediend in 1840. 600 plus 1840. 24, zeg maar 2,5 eeuw erna. Dus Confucius die loopt het op te pennen. Wat gij niet wil dat u geschiet, doet het ook een ander niet. Ja. Iedereen, ja, vind ik ook. En dan 2,500 jaar later zit er een vent in Duitsland en die zegt, ik ga die wedstrijd winnen. Ik wil de hoofdprijs. Op basis van die uitspraak. Dus als jij vindt dat Confucius een homo is, nou, dan maak maar een uitspraak die over 5000 jaar nog gebruikt wordt door... En dan gelezen kan worden door een Perry Winkle die dat allemaal begrijpt. En die dat ook nog gaat vertellen op internet. Dat was Confucius. Oh. Nou, als je hem binnenste buiten draait, wat krijg je dan? Dan krijg je twee mogelijkheden. Anders kan niet. Want er zitten twee nieten zitten erin. Je kan dus de ene... Als je dus de uitspraak van Confucius niet ter harte neemt. Per se niet. Inwendig niet. Stel je doet het helemaal niet. Wat krijg je dan? Nou, de eerste is... doe lekker waar je zin in hebt. Hebben andere mensen er last van, dan is dat niet belangrijk. Dan ken ik voorbeelden van, man. Zo. Mensen die emotioneel, spiegies, whatever. Ja, die doen gewoon maar waar ze zin in hebben. Dus de moeder van mijn kind, die zorgde niet voor planten. Dat doet ze nog steeds niet, neem ik aan. Maar toen al niet, toen ik haar leerde kennen. Dan zag ik die verpauperde planten. Dan denk je, oké, dat kan je dus niet. Dat doe je niet of dat wil je niet. Toen gingen we samen wonen. Ze was zwanger en alles. Ja, ik ook kan hele domme dingen doen. En ik zorgde voor de planten. En duchtige. Een Ficus benjamini hadden we. Die was van mij. Een Sansevieria, die was ook van mij. Een poederkwast, die was ook van mij. En ik had nog een leuk soort... een soort vetplantachtig ding. Maar die is, ik weet niet meer wat er gebeurd is. Die vond ik niet meer zo leuk. Die hebben we weggedonderd. Maar die Sansevieria lekker, man. En die Ficus benjamini vind ik een leuke plant. Leuke plant om in de woonkamer te hebben. Goed met water geven en in de gaten houden. Dus moet je bij een Ficus benjamini moet je eigenlijk bijna elke dag even aan de pot voelen. Oh ja, en geef zo'n Ficus benjamini de ruimte in de pot. Dus niet een Ficus benjamini in zo'n dingetje van 10 bij 10 centimeter zetten. Dan krijg je een heel klein Ficus benjaminietje. Een Ficus benjamini moet een hele grote worden. En die benjamini, dat staat op kleine. En dan gaan om die blaadjes. Dus een Ficus met een klein blaadje. Leuk plantje, man. En die trekt heel kleverige blaadjes. Allemaal stof en alles. Dat plakt eraan. Dus het is een luchtreiniger ook nog. Je moet hem wel afspuiten. Nou, dan spuit je zo'n Ficus benjamini spuit je helemaal af. En dan ja, dat drup. En dat valt op het tapijt of op de rieten mat of zo. En dat droogt daaruit. En dan moet je met de stofzuiger... Maar zo'n plant trekt de stof uit je woonkamer. Prima apparaat. Een lekkere grote loeres. Die pot had ik vergroot. En die Ficus benjamini die dacht van nou kom op.
Kijk, als we zo gaan beginnen en ik krijg zo'n grote pot, nou, dan ga ik nog even doorgroeien. Dat ging goed, jong. En de moeder van mijn kind, die had een Dracaena. Oh, die was mishandeld, jongen. En toen dacht ik, want ik ging dat, die Dracaena verzorgen. Maar ja, dan maakte hij nieuwe trossen op van die hele lange kale stangen, of stammen. Die pot die dreigde om te flikkeren. Dat moet je niet hebben. Toen denk ik, nou ja, het is een mishandelde plant. Maar mishandelen, dat kan ik ook. De schuur ingegaan, en dat is zo'n snoeizaag, of een tuinzaag heet dat. Een tuinzaag. Dan wordt een tuinzaag, zo'n grove zaag. Nou, toen hadden we dus een pot van 80 bij 80 centimeter. Ja, 80 centimeter diameter. Een hele brede pot. Heel vol met aarde. Goede aarde. Het hele wortelstelsel was natuurlijk totaal intact. En dan een stam erop. En dan kijken wat hij gaat doen. Die is mooi geworden, joh. Zo. Inmiddels neem ik aan dat hij weer afgedaald is naar het niveau dat hij was. Of ja, dat plantsysteem was. Toen ik hem vond. Bij de moeder van mijn kind. Ja, dat is een Dracaena. Die kan wel even zonder water. Nou, dat is helemaal niet waar. Ook een Dracaena moet je water geven. En voedsel. En ook een Dracaena is een prima luchtreiniger. Hetzelfde verhaal. Dat blad is kleverig. Dus allerlei stofjes die in de rondte dwarrelen. En die worden opgenomen door die planten. En dan stofzuigen natuurlijk. Want de stof komt in het water, dat komt in het tapijt. En ja, dan moet je wel stofzuigen. Ja? Maar je lucht is schoon. Schoner. Nou, dan zit ik op een dag. Dan was ik al 7 jaar bezig met die plantenverzorging. En die Dracaena, dat was een bos geworden, jongen. Ik wou dat ik zoveel haar had. En die Sansevieria, ja, dat groeit altijd wel door. Het is meer decoratief. Maar denk ook wel een luchtreiniger. En die Ficus benjamini is ook een grote joekel. Hè? 2 meter hoog. Zo. Nou, dan zit ik op de bank. In de woonkamer. En dan komt de moeder van mijn kind. Die komt eraan met een plantengieter. En die gaat de planten water geven. Na 7 jaar tijd. En ik zeg tegen haar van... Hé, dat heb ik net vorige week gedaan. Ja, zegt zij. Maar ik wil dat ook een keer doen. Ja, mijn punt is... Ik had die planten helemaal afgetraind... Als het ware... Op een bepaalde mate van watervoorziening, regenvoorziening. Want ik had ook zo'n pomp spuiten. Af en toe regenen over de planten heen. Lekker regenen. Regen. Al die blaadjes gaan lekker drapen. En dan dat water in die potten. En dan moet dan ook... Ik deed geen kunstmest, maar van die organische bedorven muik. Stonk als de hel. Maar planten vinden dat lekker. En dan eens in de zoveel jaar... Dan moet de hele plantentoestand eruit en een nieuwe aarde erin. Je kan wel van die meuk erbij blijven gooien, maar... Van die lensen potgrond, dat is toch het lekkerste hoor. Dat vinden die planten zo heerlijk. Maar als je zo'n plant dan plotseling een extra klets water gaat geven, daar schrikken die planten van. Die denken, wat hebben we nou aan de hand? Ik heb net vorige week water gehad en nou alweer. Nou, dat is de overtreding van de wet van Confucius. In de zin, doe maar lekker waar je zin in hebt.
Ja, je hebt zin om planten water te geven, nou dan ga je dat lekker doen. Ik ga planten water geven, ja, oh wat leuk, ik ben zo goed bezig, oh planten water geven, ja, ja. Ik doe wat ik wil, oh nog meer, oh ik vind het zo leuk, ik ga nog meer water halen. En ik zei, waar heb ik? Dan zei ik kwaad. Want ik mag van jou ook niks. Nee, ze mag van mij alles. Tegenwoordig heeft zij zelfs toestemming om mijn dochter door te blijven vernachelen, net als de ficus Benjamini. Die je helemaal niet te veel water moet geven, want dan krijgt die wortelrot. En dan gaan die wortelen rotten en dan hebben we een probleem in Houston, Texas. Dan gaat de hele plant kapot. Dat is de overtreding naar het gebod van Confucius in de eerste zin. Gewoon maar doen waar je zin in hebt. Vraag je helemaal niks af. Doe maar lekker waar je zin in hebt. Maakt niet uit. Waar heb je zin in? Dan ga dat dan doen, man. Hé, je hebt er toch zin in? Nou, doe het dan. En dan krijg je dus dat gedrag van de moeder van mijn kind, die daar heilig in gelooft. Je moet gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Consequenties, ja. Als er consequenties zijn, dan kan je altijd nog iemand bellen en zeggen, oh, ik zit zo in de shit, kan je even komen helpen? Ik kan me niet voorstellen dat je een huishouding wilt delen met zo'n personage. Die doet waar, in dit geval een zij, maar kan ook een man zijn. Maar iemand doet maar gewoon waar hij zin in heeft. Gevolgen, nou dat zien we dan wel weer. Nee, dat kan niet. En die andere omdraaiing is zo mogelijk nog leuker. Je moet doen waar je zin in hebt. Maar, als je twee dingen hebt waar je zin in hebt, en je weet dat het ene ding een ander niks uit zal maken, en het andere ding, of zaak, waar je zin in hebt, daar zullen andere mensen last van hebben. Dan moet je kiezen voor het laatste. Doe dingen waar je zin in hebt en kies voor die dingen waar je zin in hebt, waar andere mensen last van hebben. En meer andere omdraaiingen zijn er niet. Nou, de eerste heb ik al verteld, hè, van de moeder van mijn kind. Van, oh, ik heb zin om plantwater te geven. En ik zeg, ja, dat heb ik net vorige week gedaan. En ik gaf die planten in de winter maar eens in de 6 weken water. Ja, als die zon weg is, hebben die planten geen water nodig, man. In de zomer, ja, de godganse tijd, of god, ja, eens in een paar dagen, de hand aan de pot. Voelen of die nog koel is. Die aarde moet koel zijn en niet nat. En we gewoon een beetje doen waar je zin in hebt. Want ik heb zin om planten water te geven. En dan ga je dat maar doen. En dat is schadelijk. Punt. Maar het kan altijd nog erger. Hè? Maar kies voor de dingen binnen de dingen waar je zin in hebt. Kies vooral voor die dingen waar een ander last van heeft. En dat heb ik ook aan de lijve meegemaakt. De moeder van mijn kind, dat was in 2000.
8 of zo. Dat is ook alweer 11 jaar geleden, maar niet verjaard of zo. Die heeft in de Spijkerbuurt lopen vertellen dat ik haar verkracht heb. Dat kwam haar handig uit, want zij had dat abortus laten plegen. En dat is ja, een beetje ja, vraagachtig. Hè? Van, goh, waarom dan? Hij heeft zij in de buurt verteld van, nou, dat was omdat Perry mij verkracht heeft. Hij heeft mij verkracht en daarom heb ik een abortus laten plegen. Ik zei tegen haar, ik heb je helemaal niet verkracht. En zij zo grinniken. Nee, zei ze, maar hier krijg je wel heel veel last mee. Nee, want als ik iets humoristisch vind, dan is dat mijn zogenaamde vermogen tot verstandigheid. Waarom heb ik ooit mijn leuter in dat... In dat apparaat gestopt. In het voorgat dan. Hè? In het voorgat van dat apparaat. Je kan ook nu gelijk de hele uitzending kappen van... Ik wil niet meer langer luisteren naar idioten zoals Perry Winkel... die een leuter hebben gestoken in zo'n apparaat. Die bij de Spijkerstraat en omstreken heeft lopen vertellen dat ik haar heb verkracht. En dan moet ze nog in de broek pissen van het lachen ook. Ja, ik wist wel dat jij hier last van zou hebben. Ja, Confucius had een beetje een punt, hè? En Arthur Schopenhauer ook. Want, dat soort gedrag, hè, van doe maar lekker waar je zin in hebt. En de tweede, een stapje hoger, dan ben je in de, heb je weet ik veel, karateband nummer groen of zo. Ja, doe je precies waar je zin in hebt. Op voorwaarde dat een ander daar erg veel last van heeft. Dat is allebei onhoudbaar. En Confucius wist dat. In de Bijbel staat het ook. Alleen op basis van de Bijbel, met het doet tegen anderen zoals jij wilt dat anderen tegen jou doen. Ah, in het geval, dus zij heeft een abortus laten plegen. Dus uit de Bijbel, dat moet je dan afleiden van... Jij doet tegen een vrucht zoals jij als vrucht wilde dat je moeder tegen jou had gedaan. Dat ze eerlijk moeten zeggen van ja, tegen de moeder van mam, waarom heb je mij niet laten aborteren? En daar een goed gesprek over houden. Maar door haar eigen kind te laten aborteren, heeft ze, hoe moet ik zeggen? Ja, er wordt een lastige relatie tussen haar en haar tweede kind. Derde kind, by the way. Daar wordt nog een hele discussie hoor, aan de gene zijde van de heg. Om het maar even op zijn Brabants te zeggen. Ik ga hier niet te lang over door. Maar dat kind, hè, ik mag niet voor mijn kind spreken, dus, daar niet van. Maar ik kan me voorstellen, even invullen. Staat toch niet op Wikipedia. Maar mijn kind kan dan tegen zijn moeder zeggen. Ja, mam, dat jij zo graag geaborteerd had willen worden, dat betekent niet dat ik dat had graag gewild. Hoe kom je erbij? Want ik had een hele leuke zus gehad. En een hele aardige vader. En dan was ik nu, anno 2019, dan was ik richting de 11 gegaan. Bijna klaar met het primaire onderwijs. En ik had al een visvergunning. Elk weekend lekker, 's morgens 5 uur op en dan gaan we paling vissen. Ja, dus dat die moeder zo graag geaborteerd wilde worden, dat geeft geen recht om dan te aborteren. Dat volgt uit de King James ding. Want
doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen doen tegen jou. Dus doe tegen je vrucht zoals jij wilt dat je moeder had gedaan tegen jou toen je een vrucht was. Ja. Ik ben toch niet gek in mijn achterlogica hoofd. Even goed mijn rekening houden, man. En Confucius, die wist ervan. Maar in de tijden van Confucius had je dat probleem van abortus en vreemdgaan en dat soort dingen. Die had je in principe niet. Tenminste, daar dacht Confucius niet aan. En mensen die dat toch deden, dat waren minderwaardigen. Die stonden toch al buiten de samenleving. Het enige probleem was die heerserij van een stelletje Babyloniërs. Een stelletje gemene lui. Om Confucius door te trekken naar het staatsbestuur, dan zegt Confucius tegen een heerser, van doe tegen het volk, zoals jij, als je volk was, wilt dat het doet tegen jou. Of, nee, binnenste buiten dan. Hè? Doe niet tegen het volk dat wat jij, als jij het volk was, niet zou willen. Dan heb je de balans. Ik vind dit een uitermate informatieve uitzending geweest over moraalfilosofie. Gebaseerd op Confucius. Ik heb Arthur Schopenhauer erbij gesleurd, maar dat moest wel. Om die man, niet alleen Schopenhauer, maar om Confucius even te zeggen. Om jullie aan het denken te zetten. Want over Confucius worden heel veel grapjes gemaakt. Maar dat is flauw. Confucius sprak waarheid. En als je Confucius niet gelooft, nou, dan pakken wij de King James erbij. En de eerstvolgende keer dat jij een kind verneukt, dan word je zelf verneukt. Doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. Oké, jij verneukt een kind van ons. Nou, dan ben jij ons kind en dan gaan we jou verneuken. Want dat wilde je toch zo graag. Je praat hier aan de lijn met een meneer met verstand van logica. En niet met de achterlul van de achterboer. Zei Confucius. Heel leuk, er worden heel veel Confucius moppen staan er op internet. Mato Djelic, die doet het dan ook bij. Die staat hieronder, hè? Moet je even kijken, man. Die schakelt, dat is hartstikke leuk. En af en toe komen van die Confucius uitspraken. Van, hij die niet snuit in een zakdoek, neemt de zaak in eigen handen. Maar dat heeft Confucius nooit gezegd. Maar de rest was wel waar. Dank jullie wel voor het luisteren. Erg officieel, dat moet ik altijd heel officieel, want anders wordt het helemaal niks. En denkt iedereen, Jezus, man, wat een amateuristisch gebeuren is het toch? Je hebt nooit een keer een goede officiële uitsluiting. Afsluiting. Maar even officieel, geen geintje. Ik bedoel, Hamburg is helemaal kapot gebombardeerd. Dus die familie van Harry, de bommengooier, die wil graag dat wij bommen gaan gooien op Hully. Ja, een officieel verzoek indienen via nederland.nl. Maar op zijn hamburgers, zag ik. Tjus! En dag lieverds.